Op donderdag 14 november was het een drukte van belang in de Hartenjager te Giessen. Hier vond de dag van de mantelzorg in Altena plaats. Mantelzorg is niet vanzelfsprekend en dus organiseerde Stichting Trema Welzijn een muzikaal programma en een heerlijke lunch voor bijna 100 mantelzorgers. Welkom allemaal. Wat fijn dat u zo met grote getale hier gekomen bent. Echt, het is net in de woorden van Nicolette gebruikt, het is gewoon een warm bad als u allemaal hier ziet zitten. Namens Trema Welzijn, hartelijk welkom op deze mantelzorgdag. Wethouder Paula Joritsma benadrukte dat mantelzorg zwaar kan zijn, maar zeker ook iets bijzonders is. Welkom bij de dag van de mantelzorg in Altena. 2 keer zoveel mensen als vorig jaar. Wat een succes. Dat is al heel erg mooi. Ik sprak net Piet Slaat van Trema en die zegt, ja, dit zijn heel veel mensen, maar er zijn nog veel meer mantelzorgers in Altena. Want als je kijkt naar de cijfers die er bekend zijn over mantelzorg, dan bent u een delegatie van, maar zijn er nog veel meer. En we hadden het ook even over de jonge mantelzorgers, dus kinderen die al aan het zorgen zijn. En op zich is zorgen voor elkaar is natuurlijk iets wat ook heel erg natuurlijk is en ook fijn voor jezelf om iets te kunnen betekenen voor de ander. En mantelzorg klinkt natuurlijk ook heel fijn en mooi, maar ik las deze week ook een artikel in de krant over iemand die beschreef dat het wel ontzettend zwaar was, dat die mantel wel heel erg op hem drukte. En ik denk dat als u in gesprek bent met elkaar, dat u die ervaring ook wel kunt delen. Want zorgen is heel erg mooi en heel erg waardevol, ook voor jezelf. Maar als het een lode last wordt, ja, dan heb je af en toe ook wel verlichting nodig. En dit is dan maar een heel klein ding eigenlijk, hè, zo'n dag. Maar we hopen dat het wel de symbolische waarde uitdrukt die wij ook als gemeente hechten aan u als mantelzorger. Want zonder mantelzorgers kunnen we gewoon niet. Dus dat u voor elkaar zorgt, daarvoor mag u zelf toch een heel groot applaus geven, vind ik. Voor de aanwezigen was het genieten van de muzikaliteit van de Power Girls, inclusief een radioquiz. No, Pierre Gardner. De dag van de mantelzorg werd met elkaar gezellig afgesloten.